de rotkerk naar school. En ja, daar aan het einde van de straat, daar is een schotel en daar kregen wij al staan. Gaaf? Ja. Zou je anders een keer binnen willen kijken naar de schotel? Ja, leuk. Ja. Hallo, ik ben Pim hier, kok. Ik kook hier voor alle studenten diverse maaltijden. Dat doen we in samenwerking met een voedingsdeskundige. Nauw samenwerkend met Papendal. Nou, dit is mijn kamer en hier ja, leef ik dus zeg maar elke dag. Gaaf? Ja. En hoe ziet een dag voor jou eruit? Ik ja, sta op en ga ik naar beneden, ga ik ontbijten en dan ga ik naar school. Ik zit dus op het seniorscollege en daar heb ik mijn lood. Het rooster is aangepast op mijn trainingen dus, en als ik lessen mis dan kan ik ze altijd nog inhalen bij een bijles bijvoorbeeld. En na school eet ik nog even wat hier en gaan we altijd trainen. Na de training komen we weer terug en dan staat het eten eigenlijk al voor ons klaar, dus ja, dat is wel fijn. Dan weet ik ook altijd dat ik gezond eet en ja, na het eten hebben we nog wat tijd voor onszelf. Je kan huiswerk maken als je dat nog hebt of leren en ja, dat is wel altijd wel gezellig ook 's avonds met alle andere sporters. Super, ja. Super fijn. Hoe is dat nou voor jou gegaan toen jij hier kwam, hoe oud was je? Ja, hoe is dat dan verder? Ik was net 18, ik was net 1 week 18 geworden. Okay. En toen kwam ik naar Eindhoven en ja, dit was er allemaal nog niet. Mm. Dus ik ging samen met een andere zwemmer in een huis wonen en dat was voor mij de eerste keer verhuizen en de eerste keer ja, zonder mijn ouders zelfstandig wonen. Dus ja, ik moest alles zelf regelen, zelf eten, koken en boodschappen doen. Ja, ik merk wel dat je dan veel alleen moest doen, want ik heb hier begeleiding van stagiaires. Daar waar ik dus één keer in de 2 weken zeker een gesprek mee heb over bijvoorbeeld de planning en ook met school. Op het CTO Sportcampus verzorgen Rachelle en ik de topsport leefstijlcoaching van de 40 jonge sporters die hier wonen. Wij coachen ze met name op vaardigheden die ze nodig hebben om een topsport leefstijl in te richten. Dus bijvoorbeeld om sport en onderwijs te combineren. Zo, jeetje. Ja, ik kwam in 2008 na de Olympische Spelen van Peking naar Eindhoven. En sindsdien, in die 8 jaar tijd, is er wel echt heel veel veranderd. Klopt. Zou ik een handtekening mogen? Want tuurlijk! Dat zou ik wel heel leuk vinden. Op de bal? Ja. Nou, bal gooien voor mij lijkt me niet zo slim. Ja. Maar ik heb hier een symbolische bouwsteen. Omdat het mij super goed doet om te zien dat in de afgelopen 8 jaar zoveel bouwstenen in de topsport zijn geïnvesteerd. Bij deze daag ik gemeente Eindhoven Rob van Gijsel uit om nog heel veel te investeren in topsport en talentontwikkeling.